De raadsteen en de postelijn zijn inderdaad ouderwetse. Sommige mensen vinden het vergeten groente. Postelijn teelde mijn vader al toen ik een klein kind was, dat weet ik nog wel. Mijn vader is in 1981 in Ridderkerk neergestreken. Heeft hij een oude kleine tuin gekocht. Die heeft hij in de loop der jaren uitgebreid en gemoderniseerd. Allerlei verschillende gewassen heeft hij daar geteeld. Ik ben zelf in het jaar 2000 voor mezelf begonnen. In een huurkastje. Toen ben ik in 2004 bij mijn vader, met mijn vader samengegaan. We hebben de tuinderij ook weer wat gemoderniseerd. En in 2011 hebben we er dan zelfs een locatie bij gekocht. Een dag zoals ik die meemaak is heel gevarieerd. Belangrijk is dat iedereen dus aan het werk gaat doen wat hij moet doen. Dat het goed gebeurt. Je bent toch met het eten van andere mensen bezig. Het is belangrijk dat de kwaliteit die geleverd wordt goed is en ook altijd constant. Dat is voor ons niet onbekend. Raapstelen is wel nieuw. Tenminste, relatief nieuw. In 2016 zijn we hiermee begonnen. Ook op vraag van een klant. En de vergeten groenten staan weer meer in de belangstelling. En daar proberen wij op in te spelen.